Goedendag. Wij zijn vandaag bij RTV Focus om een gesprek te hebben rondom geweld. Dit in het kader van Orange the World. Dat is een internationale campagne die op 25 november is gestart en tot 10 december zal duren. En dat is een campagne tegen geweld tegen vrouwen. Waarom 25 november? Dat is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. En waarom tot 10 december? Dat is de Europese Dag van de Rechten van de Mens. Oranje is de kleur van een nieuwe dageraad, van een nieuw begint. Een dag zonder geweld. En vandaar dat het ook belangrijk is dat we daar aandacht voor vragen. Door gebouwen aan te lichten, hier in Zwolle, de Sassenpoort en het provinciehuis. Maar overal op de wereld worden gebouwen in deze periode aangelicht. Een teken dat we verbonden zijn tegen geweld. En de Soroptimist Club Zwolle en de Zonta Club Zwolle en UN Women zetten zich in deze periode actief in om aandacht te vragen voor dit thema. Geweld tegen vrouwen. Er is een taboe tegen en we willen daar graag onduidelijkheden over wegnemen. Vandaag gaan we in gesprek met Matthias Gijsbertsen. Matthias is de landelijke programmadirecteur van het overheidsprogramma Geweld hoort nergens thuis. Ook een link naar geweld, Matthias. Wat fijn dat je hier bent en dat je mee wilt werken aan deze verdieping op het thema geweld. Wat is eigenlijk het doel van dit programma en de oorsprong? Zou je daar ons wat over kunnen vertellen? Jazeker, fijn om hier te kunnen zijn om erover te vertellen. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn natuurlijk al heel erg lang een groot probleem in de Nederlandse samenleving. En niet alleen in Nederland. Eigenlijk pas sinds de eeuwwisseling wordt het ook iets gezien als iets wat we ook met elkaar als samenleving moeten oppakken en aanpakken. Daarvoor werd het toch heel erg beschouwd als iets van mensen zelf achter de voordeur. Maar het is een enorm probleem waar honderdduizenden mensen per jaar mee kampen. En wat een enorm effect heeft in hun leven. En in het verleden zijn er een aantal dappere pogingen gewaagd om te kijken, kunnen we nu mensen beter helpen en dat geweld stoppen? En eigenlijk zijn de resultaten daarvan altijd teleurstellend geweest tot nu toe. En daarom is dit programma gestart, Geweld hoort nergens thuis. Een programma van twee ministeries en van de gemeente. En samen proberen wij nu echt een verschil te maken. En wij richten ons daarbij vooral op gezinnen, huishoudens waar nu al geweld plaatsvindt. Dus dat gaat nog niet eens over alle gezinnen waarvan we dat nog niet weten of er een dreiging is van geweld. Het gaat over gezinnen waar nu sprake is van geweld. En dan is de vraag, hoe krijgen we dat eerder in beeld? Hoe stoppen we dat geweld? En hoe zorgen we dat het zich niet herhaalt en dat mensen ook kunnen herstellen van hun ervaringen? Je gaf aan dat het heel erg complex is en ik denk ook dat je met een heleboel partijen moet samenwerken. Als je het nou hebt over het ultieme doel van het programma, wat zou dat dan zijn, Matthias? Het ultieme doel is het stoppen van geweld. Ja. De verdrietige realiteit is dat zelfs bij gezinnen waar we wel weten dat er geweld plaatsvindt en waarbij er hulpverlening wordt gestart, dat dan nog steeds maar in 30% van die gezinnen het geweld stopt binnen 1,5 jaar. Dus ook nadat we het gezien hebben, is nog steeds bij 70% van die gezinnen geweld aan de orde van de dag na 1,5 jaar. Nou, het goede nieuws is, we worden er met elkaar beter in. Een aantal jaren geleden waren die cijfers nog veel slechter. Dus we worden steeds beter in om mensen te helpen en te kijken hoe ze uit de situatie kunnen stappen en hoe ze ook samen met hun gezin het liefst naar een veilige situatie kunnen gaan. Maar we hebben nog heel veel werk te doen. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk, dit programma, voor jou? Want ja, als je als directeur van zo'n landelijk programma, nou, dat is ook wel een keuze. Ik kan me voorstellen dat jij betrokkenheid voelt natuurlijk met het onderwerp. Ja, het is een thema wat mij heel erg geraakt heeft, ook vanuit mijn eerdere werk. We zien in Nederland dat het over heel veel mensen gaat, ik zei er al iets over. Zo'n 12% van de Nederlandse bevolking heeft te maken gehad met dagelijks of wekelijks geweld de afgelopen jaren. En dat heeft een enorm effect op henzelf, maar ook op kinderen, die dat hun hele leven meedragen. En dat heb ik ook in mijn eigen omgeving gezien, hoe, wat voor vorm van huiselijk geweld of verwaarlozing, emotionele verwaarlozing, wat een effect dat heeft op een mensenleven en hoe mensen daar hun hele leven lang door beschadigd kunnen zijn. En ja, dat breekt je hart. En ik wil heel graag kijken of we dat met elkaar beter kunnen doen. Ja. En ik denk ook dat dat kan. Dus dat geeft me ook energie om daarmee aan de slag te zijn. Ja, begrijp ik. Als je dan kijkt naar de zaken die er spelen, en jij noemde zo net getallen, hè? En getallen zijn altijd een beetje om een gevoel te krijgen van hoe erg het wel niet is, zodat we er misschien meer aandacht aan gaan besteden. Gisteren las ik een getal, namelijk in de krant, dat 45% van vrouwen, hè, specifiek bij Orange the World gaat ook geweld tegen vrouwen, 45% van de vrouwen heeft in haar leven ergens te maken gehad met geweld. Zijn dat voor jou herkenbare cijfers of feiten of zaken waarvan je zegt, ja, dat zien wij ook? Ja, helaas wel. En het geeft misschien de kans om er iets anders bij te zeggen. Als we het hebben over huiselijk geweld, dat zijn er harde woorden. En daarmee lijkt het heel snel iets wat ver af is of wat crimineel is. Terwijl het eigenlijk gaat over heel veel mensen die thuis, om wat voor reden dan ook, toch over de grens van de veiligheid gaan. En dat kan zijn omdat je in de relatie, in de communicatie niet uitkomt. Het kan zijn dat je als ouder onmachtig bent, dat je op een gegeven moment niet meer weet hoe je met kinderen het beste om kunt gaan. Dus het gaat heel veel over mensen die thuis eigenlijk ook niet meer doen wat ze eigenlijk zouden willen. En zelf ook graag het anders zouden willen zien. En ik denk dat we allemaal, geldt voor mij en voor jou ook, situaties hebben meegemaakt waarin je denkt, oeh, dat was wel een beetje spannend. En eigenlijk wil ik dat zo niet meer. Ja. En vanuit dat begrip zijn dit soort getallen dus helemaal niet zo raar. In heel veel gezinnen in Nederland komt een vorm van onveiligheid voor. Meestal niet gewenst door wie erbij betrokken is. En iedereen wil eraan ontsnappen. En soms gaat het dus echt ver de grens over. En dan kom je ook bij situaties zoals jij ook aangeeft. Ja. Het is dus wat jij aangeeft ook wel een beetje een glijdende schaal. Dat je het misschien er langzaam in sluipt en dat het niet altijd meer herkend wordt, hè? Ja, soms. En er zijn heel veel verschillende vormen van huiselijk geweld. Ja. Kijk, als er sprake is van bijna terreur in huis, dat zien we ook. Ja. Dat is iets anders. Met iemand die heel manipulatief is bijvoorbeeld en echt bewust probeert controle uit te oefenen in een gezin. Dat is iets anders dan bijvoorbeeld twee ouders die niet meer raad weten met kinderen. En dat daar een onveilige situatie uit ontstaat. Ja. Dus dat maakt ook de aanpak anders. Want je wil uiteindelijk met mensen in zo'n gezin kijken hoe je daar veilig met elkaar kan maken. Ja, ik snap het. Dus herkennen van het type geweld en dan kijken wat er mogelijk is. Ik begreep dat er kort geleden onderzoek is gedaan naar de omvang van het huiselijk geweld. Hè. En wij zitten hier in de regio en dat is misschien niet helemaal specifiek bekend hoe het in de regio rondom Zwolle of IJsselland gaat. Maar ik begreep dat jullie werken samen met alle regio's. Zou je daar iets alvast over kunnen vertellen of misschien in de toekomst? Ja, nou, een van de problemen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de afgelopen decennia is ook dat we eigenlijk niet weten waar we het over hebben. Aangezien wat je niet weet, dat kan je ook niet oplossen. En we weten uit onderzoek wel dat we waarschijnlijk maar een derde zien van wat er daadwerkelijk gebeurt. En daar bedoel ik dan hulpverlening mee, hè, maar ook kan ook onderwijs zijn, mensen die zien dat er iets gebeurt. Eigenlijk is dat in heel Nederland het geval. Dus het komt ook in alle lagen van de bevolking voor. Huiselijk geweld heeft heel veel vormen, maar het komt eigenlijk overal voor. Dus ook hier in IJsselland. En wat we nu hebben gedaan de afgelopen tijd is ook veel meer in beeld brengen, zowel landelijk als per regio. Maar goh, hoe ziet het er nu hier uit? Wat zijn hier de uitdagingen? Wat helpt hier om, het verder te brengen? En ik verwacht heel kort, op heel korte termijn, volgende week, weer een nieuwe update per regio van hoe het er daarvoor staat. Zodat ook hier mensen in onderwijs, in hulpverlening ook beter kunnen werken aan oplossingen. Ja. Ik las ergens getallen en excuseer me, ik weet de bron even niet meer, maar ik las in een artikel in de krant dat in Zwolle het afgelopen jaar 700 geweldsincidenten waren geweest, ook tegen vrouwen. En in Kampen, nou, ik meen 300, dat zijn enorme getallen. Maar dan denk ik ook, ja, wat jij vertelt, er zou nog veel meer kunnen zijn wat we niet weten en wat we niet zien. Wat niet zo escaleert of duidelijk wordt of waar hulp gevraagd wordt actief, dat het duidelijk is. Ja. Dat is wel ontzettend zorgelijk. Ja, en als je kijkt specifiek naar vrouwen, dan is het zo dat een heel hoog percentage van de vrouwen die wordt omgebracht elk jaar, wordt omgebracht door een partner of ex-partner. Ja. Dus elk jaar overlijden uit mijn hoofd 50 à 55 vrouwen gemiddeld aan de gevolgen van huiselijk geweld. Moord vanuit partner of ex-partner. Ja, ja. Dat is natuurlijk onacceptabel. Ja. En dan moet je met elkaar iets aan willen doen. Nou, je hebt net even verteld over het onderzoek en de cijfers die ook binnenkort bekend gemaakt worden. Maar gewoon nu heel praktisch, als je kijkt naar die situaties, wat voor impact heeft zo'n situatie met geweld op een gezin? Ja, enorm. En de ene situatie is natuurlijk de andere niet, dus ik wil ook niet alles over één kam scheren. Maar als je je onveilig voelt thuis, dan heeft dat enorme impact op alles wat je in een dag doet. Vergrote druk, je hebt nergens een plek waar je kunt ontspannen, want alles is spannend. En dat is voor iedereen erg, voor kinderen extra erg. Het beperkt ook hun ontwikkeling. Het is iets wat hun hele leven lang ook bij hen vaak blijft. 40% van de kinderen krijgt trauma-gerelateerde klachten doordat ze in onveilige situaties zijn opgegroeid. En die blijven daardoor hun hele leven echt te snel in een stand staan van vluchten of vechten, hè, zoals we dat willen zeggen. Hè. Ja. Dus gelijk stress ontwikkelen, angst ontwikkelen in situaties die daar eigenlijk niet om vragen. En dat is natuurlijk dramatisch. Dus het is echt van belang dat je dat zo snel mogelijk stopt. En onveiligheid komt zelden alleen. Het komt ook ergens vandaan. Er kunnen financiële problemen zijn. Er kan een probleem zijn rondom verslaving. Er kan een probleem zijn in een opvoeding. Of, het is vaak van alles wat bij elkaar komt, waardoor ook de druk opgevoerd wordt in een gezin. En daardoor kan onveiligheid gaan ontstaan. En daarom is het ook voor iedereen zo herkenbaar. Want iedereen maakt dat wel op een bepaalde manier mee. Maar soms gaat het echt net te ver. En dan is wel zaak van, oh, hoe krijgen we dat snel dan weer goed? En hoe doe je dat ook samen met de mensen die in die situatie zitten? Want niemand wil dit. Nee, en een situatie van constante stress is natuurlijk nooit de beste raadgever. Hè? Zo is het. En als je het dan hebt over zo'n gezin en over geweld en de volgende generatie, hè? Zijn daar ook zaken over bekend, hoe dat doorwerkt? Ja, ik zal toch een paar getallen noemen waar dan weer mensen achter schuil gaan. Ja. Ongeveer 33% van de kinderen die opgroeit in een situatie van geweld, gebruikt later zelf ook geweld. Dus dat geeft al iets heel stevigs aan. En we zien ook dat opvoeders in een situatie van geweld, dat ongeveer de helft ook een verleden heeft waarin huiselijk geweld en kindermishandeling een rol heeft gespeeld. Dus ook zelf zijn ze soms slachtoffer geweest van kindermishandeling en zijn er vervolgens zelf vaak, zonder dat ze dat willen, onderdeel daarvan. Dus ja, de impact over een heel leven heen is gewoon heel erg groot. Jij zei dat het programma nu ongeveer 2 jaar loopt. Zijn er dan ook bevindingen of resultaten van je zegt, kijk, dat gaat werken? Ja. Dat kan een verandering teweeg brengen? Ja, ja, gelukkig wel. We zien dus ook dat het veel vaker lukt dan een paar jaar geleden om geweld te stoppen als het in beeld is. Mm-hmm. Het lukt ook om vaker het geweld te signaleren. Het gebeurt veel vaker nu dan een aantal jaren geleden. Dat mensen ook aangeven van, hé, er gaat bij mij iets niet goed of ik maak me zorgen over de buren. Kunnen we daar iets aan doen? Maar ook dat mensen zelf aangeven van, ja, ook in mijn gezin, ik doe dingen die ik eigenlijk niet wil doen. Ja. En ook daarin hulp durven zoeken, zonder dat daar direct een oordeel tegenover staat. Ja. Ja. Dus dat lukt gelukkig steeds vaker. En het lukt ook steeds beter om hulpverlening en ook politie en justitie, die soms betrokken moeten worden in de meest ernstige gevallen, om die ook beter in samenwerking tot het stoppen van geweld te laten komen. Ja. Dus gelukkig zijn er zeker lichtpunten waar wij ook hard aan werken. Ja. Ja, want die onmacht, hè, en je zei zo net ook al, het taalgebruik, het stempel wat je al of niet geeft aan de mensen waar het misschien gebeurt, dat is heel erg belangrijk. Ja, ja, ik kan dat niet genoeg benadrukken. We hebben zo'n neiging, ook bij andere problemen trouwens in de samenleving, om te praten over geweld, daders, slachtoffers. Terwijl het gaat over mensen die samen proberen een leven op te bouwen, een relatie hebben, houden van hun kinderen. En waarbij toch een situatie ontstaat thuis die niet veilig is. Ja. En die ze zelf ook niet willen. En als we niet in staat zijn om een samenleving met elkaar te vormen waarin je dan ook durft te zeggen van, joh, het gaat bij mij niet goed. Kun je me helpen? Of kan ik dus met je over praten? Ja, dan wordt het niet zichtbaar en kunnen we het ook niet oplossen. Dus het begint ermee dat je ook erkent dat iedereen wel eens wat meemaakt. Dat bij iedereen soms moeilijk is. Ja. En dat je van daaruit probeert elkaar te helpen. Dat niemand het ook alleen kan. Als je dat zo zegt, hè, dan denk ik, wat zou ik dan bijvoorbeeld kunnen doen? Ja, nou, de vraag stellen. Er is nu, ook komt een mooi plaatje ook in beeld, er is nu een campagne gestart Die heet Wij doorbreken de cirkel van geweld. En daarin vertellen mensen die huiselijk geweld en kindermishandeling hebben meegemaakt over wie en wat hen geholpen heeft om uit die situatie te komen. En het mooie daaraan is dat je ziet dat dat dus ook kan. Ja. En dat er ook herstel kan komen. En dat ze wel degelijk weer een mooi leven kunnen leiden. Maar ook dat de persoon die voor hen belangrijk is geweest, heel vaak iemand is, heel dichtbij. Het kan een vriendin zijn geweest. Inderdaad, de buren, iemand op het werk, iemand bij een school. En het enige wat die mensen vaak hebben gedaan, is het gewoon vragen. Gewoon zeggen, hoe is het? Ja. Zonder te oordelen. Hoe gaat het met je? Kan ik iets voor je doen? Ik zie iets. Ik maak me soms zorgen. En vanuit die acceptatie en het vertrouwen het gesprek aangaan. Dat is wat iedereen kan doen. En dat heeft een grotere impact dan wat mijn programma, of wat welke hulpverlener ook kan doen. Gewoon jij en ik als mensen de vraag stellen en het proberen bespreekbaar te maken. Ja, zo is het. Ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk, want ik praat er makkelijk over, maar het is heel moeilijk. Ja, hoe moeilijk is het in onze samenleving om te zeggen, goh, het lukt mij niet. Ja. Of ik vind het moeilijk thuis. Of om, om een gesprek te hebben over de opvoeding van kinderen. Dat vinden we heel erg ingewikkeld. Ja. Nou, ik denk daarom dat het programma ook en de campagne die jullie voeren en de campagne die wij voeren heel erg belangrijk is. Om het bespreekbaar te maken, taboe eraf te halen. En nou, specifiek tegen vrouwen, maar weet je, het zit ook in gezinnen. Het speelt breed. Heel erg bedankt voor je toelichting, Matthias. Want het geeft ook inzichten achter de vragen die we soms hebben. En ook verdieping. En ja, we hopen natuurlijk dat in principe het programma zo snel mogelijk voor jou afgerond kan worden. Want dan zou er geen geweld meer zijn. Maar laten we hopen dat dat zo is. Maar de stappen die gezet kunnen worden en de ideeën die je aandraagt, dat die ons gaan helpen. Dat wij ook de moed hebben om die vragen te stellen als we vermoedens hebben. Ja. Heel erg bedankt, Matthias, voor je bijdrage. Wij danken ook heel erg RTV Focus. En wij zijn natuurlijk de Zonta's van Zwolle en Soroptimist Club Zwolle en Isalania. Voor de gelegenheid die ze ons geboden hebben om aandacht te vragen voor onze campagne Orange the World. De komende 16 dagen tot 10 december ziet u oranje gebouwen. Dat heeft te maken met die nieuwe dageraad, een nieuw begin zonder geweld. En we faciliteren ook door het nummer van Veilig Thuis te melden 0800 2000 bij vermoeden of hulpvraag rondom geweld. Voor iedereen. Heel erg bedankt en graag tot ziens.